Goedemorgen. Zo, met u. Mooi. Welkom. Dank u wel. Mooi ondergedompeld worden in de digitale cultuur. Welkom, majesteit. Dank u wel. Mooi dat je er binnen. Fantastisch om hier te zijn. Mooie gelegenheid. Dank u wel. Goedemorgen. Spreken graag over het Fries vanuit de internationale context, met het Europese handvest. En daar proberen we vandaag u over bij te praten bij dit jarige instituut, het vitale instituut van 85 jaar jong. Dus dat is des te mooier dat we hier mogen beginnen. Maar kun je terecht bij elk departement van Fries, als je doet? Ik vind het fantastisch, de eerste keer dat ik brieven van het ministerie degelijk een effort gepleegd om dat in het Fries te doen. Vanzelfsprekend spreken niet alle, of vanzelfsprekend helaas, spreken niet alle bewindslieden Fries. Ja. Maar wij kunnen daar zeker wel, wij krijgen wel de schriftelijke communicatie in de Friese taal aan. Maar niet alleen bij BZK, ook andere departementen? Ook andere departementen, okay. Dus wanneer het aangaande de Friese taal is. Ja. Dus het is niet zo dat alle correspondentie richting onze provincie in Fries gaat. Het zou ook heel bijzonder zijn. Ja. Heerlijk. Ja, mag ik dat wel aan u? Uiteraard. En heeft een microfoon? Uiteraard. Kijk eens. Zo goed? Helemaal goed. Is goede Friese kaas? Ja, dat is een goede Friese kaas. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Alleen maar lekker. Nee. Dankjewel. Met recepten van topchefs wereldwijd, geïnspireerd op onze collectie. Ik heb opnieuw goede kok ben, maar nu ook vast mensen die goed kunnen koken. Maar ik vind het wel lekker om van het product te genieten. Nou, dan hoop ik van harte dat u iemand vindt die voor u... Het ziet er fantastisch mooi uit, maar het is ook heel mooi om in dat keramiek erbij te zien. Prachtig mooi. Wij zijn natuurlijk een museum over Oost en West. Ja. En wij brengen culturen samen, die broeken vinden we belangrijk. En dat is ook de reden waarom we volgende week een tentoonstelling openen over de enige keizerin van China. We zijn natuurlijk altijd gemalin, we hebben er zelf ook in. Ja. Maar, Nederland heeft een mooie traditie, maar die traditie is eigenlijk 1300 jaar geleden begonnen in China. De één vrouwelijke keizer, Lu Zhijian. En de meeste, openen, gaan we die volgende week openen. Oh, prachtig. Maar dit is wel interessant om te zien. Dit is blijvend aanwezig. Ja. Ja. We gaan ook resoluut verkiezen, dus dat niet voor de Bretagne. Ik weet het niet. Fantastisch, hartelijk bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Dank u wel. Toch zijn daar meerdere dingen van overgeleefd, dat het eruit is. In het midden ligt misschien wel het Maar het blijft nog steeds onderzocht. Ja, zeker. We hebben een onderzoeksgroep. Die mensen die zitten hier ergens. Ik ben er met het buik. Maar vast. Ik heb hier beloofd dat je niet vast moet pakken. Ja. Dat mag.
een mooie bladzijde op gedaan. Wij pakken dingen altijd zonder handschoenen vast. Want met handschoenen heb je de kans is heel groot dat je dan dingen kapot maakt. Terwijl dit is 800-900 jaar zonder handschoenen gehanteerd. Het ziet er nog best goed uit. En maar je hebt geen probleem met zuren of zo die daarop. Wat is het? Dit papier? Dat is, gaat mijn hart ook altijd snel op de kloppen. Die is wel op papier gemaakt en die is gedrukt. Die noemen we hier een liefkozend druk, mm-hmm. als in gedrukt. Het is een impinado, dat betekent dat het voor 1500 gedrukt is. In de eerste 50 jaar van het boekje. En, steen, ja. En daar zijn 6 of 7 exemplaren van overgeleverd. En hoeveel zijn er ooit van gedrukt? Is dat bekend? Of is dat... Ik denk 200. Mm-hmm. Misschien, het is heel moeilijk, hè, want die mensen willen misschien wel administratie doen, maar dat is allemaal niet overgeleverd. Nee. Gedrukt werd het hier in Friesland gedrukt of is dit in was een centrale? Is het... Nou, u stelt eigenlijk de grote onderzoeksvraag. Een van de dingen die we echt heel graag willen weten is waar is het gedrukt? We weten wel een aantal andere boeken die deze drukker gemaakt heeft, maar waar precies? Ja, want dat natuurlijk in Amsterdam werd heel veel gedrukt voor heel Europa eigenlijk op dat moment. Dat is iets later. Dat is iets later werd pas, ja. Ja. Dat is pas een. Dus waarschijnlijk in Keulen of in Leuven gedrukt. Ja. Dat kunt u denk ik gewoon lezen als u kunt de letters lezen. Ja. In de zin. En Gisbert Jaapik is daarmee eigenlijk onze Shakespeare geworden. Hij heeft heel veel Fries verzameld en daarmee gedicht. En dat is ook de reden waarom we onze belangrijkste literaire prijs hebben naar hem vernoemd. De Gisbert Jaapik Prius. Vanaf 1947 wordt hij elke 2 jaar uitgereikt aan om beurt een dichter of een proza schrijver. Van de koning, Owen Hef. Leert Sandje, een twaalfde geld. De savelste herinnering neemt ze door. Ja, door. Leren luisteren naar Fries. Ja. Verstaan gaat niet zo moeilijk, is niet zo moeilijk. Ja, maar ik antwoord met nee. Dat is geen enkel probleem hoor. Maar, Pennen! Je weet er nog van welke vogel het ben. Welke vogel zijn deze pennen? Ja! Van de? Wie weet het? Ganzen. Van de gans. Goedendag, majesteit. Sorry dat ik te laat ben, meester. Ah, wat fijn. Mag ik nog gaan zitten? U mag gaan zitten, majesteit. Prachtig dat jullie er binnen. Wij zijn het hier gebleed. Jullie komen bij u in de les. En wij zijn van de Prins Mauritskwallen, groep Fjouwer. En wij hebben op Skwallenwest. Dat is Jacob, mijn collega. Ik ben binnen. En wij zijn een krek met de veren aan de gang. Waar lijkt dit krijtbordje op? Wie weet het? Ja! Op een iPad. Op een iPad? Ja! Ja, ja majesteit, dit is de iPad van vroeger. De iPad, de iPad. Ja, inderdaad, de lei. De laai op zijn Fries. En die laai, daar kon weg op schreeuwen. En dat wie hier handig. Kunnen we hier sommen op maken? Ik ga het even met jullie proberen. Dan mogen jullie opletten. Kijk goed. Wat is de uitkomst van deze makkelijke som? Ja. Is het... Wat dacht jij? 7. Het is 7. Ja, som. Dat is het goede antwoord op deze iPad. En kunnen we dit ook weer uitpoetsen? Wat dachten we? Met een doekje. Met een doekje. Nou, dan doen we toch even met het zakdoekje. Maar de boesdoek... En dan kunnen we de volgende som op deze iPad schrijven. Wat is dit? Of wat binnen dit? Ja. Redens. Redens. En wat doen we met die redens? Waar weet het? Ja. Schaatsen. Schaatsen. En weten wij nog het Frieske woord van schaatsen rijden? Ja. Reetrieden. Reetrieden. Majesteit. Hadden jou ook redens? Niet zoeken. Ah, nee. Want, helaas niet. Helaas niet. Deze redens, hoe nemen wij die? Ja, de Friese doorlopers. Ah, dat is al heel mooi. We hebben een goede leerling. Maar, majesteit, hebben jullie zelf wel eens reetrieden? Ja. Ja, en misschien ik, wij vreden, majesteit, ga je een bijzondere tocht rieden? Ja, dat is de hele tocht hier in Friesland. En kunnen jullie ons daar wat over vertellen? Allereerst was ik toen... Ja, mag ik het in vreemde taal nemen? Ja, het mag in het Nederlands. Ik sta wel namelijk, maar ik spreek het niet zo goed. Dus,
Ja, wat kan ik daarover zeggen? Dat is een, hadden we elke winter eigenlijk wel een paar weken dat je ijs had op school. Dus elke winter waren we aan het schaatsen. Ja. Schaatsen was eigenlijk heel normaal buiten. Ja. Helaas niet meer. Je moet je naar de ijsbaan toe om te schaatsen, wat ook fantastisch is, dat hebben we tenminste in Nederland. Maar ja. Toen konden we echt altijd buiten schaatsen. En ik was fanatiek aan het schaatsen en toen heb ik zelfs ledentocht gereden. Ja, ook veel andere tochten. Prachtig. Want, maar je ziet het eigenlijk, ja, de hele provincie Friesland zie je het mooiste van het ijs. Of van het water in de zomer dan. Hè. Ja, daar kom je mooi voor. Het is ongeveer hetzelfde ja. Routes kun je dan maken, maar het is inderdaad. Ja, en, het is een hele mooie lange tocht door Friesland heen. Begint in het donker, eindigt in het donker. Ja. En je vergeet alle nare momenten en alle pijn als je klaar bent. Dat komt weer. Ja. En wat krijg je aan het eind? Alleen maar een kruisje. Alleen een kruisje. Het Elfstedenkruisje. Nou, dat is heel bijzonder. Dat binnen de redens, maar wij hebben eigenlijk hele vreemde redens. Ja, wat ben dit? Houtjes. Houtjes. Ja, en daar zit ook geen ijzers onder. Dat ben een hele speciale. Hier kunnen wij maar oefenen. Thuis in het kinderen. Wat is plaatje 4? Prins Maurits. Prins Maurits, klaar. Dat is een hele mooie naam, denk ik. Ja, ja. Ja. Oh, school, ja. Ja. En wie zitten daar op school? Kijk. Allemaal op Prins Maurits school? Ja. Het is mij aan de kant. Ja, neemt mij onder je stoel. Ja. En meisje met een foto, de groepsfoto. Ja, kom maar. Mooi. Ja. Mag ik ook bij groep 4 dan? Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Ja, maar wel hier even staan, denk ik, dat is goed. Waar u nu staat. Ik zeg altijd, dit is de grootste Friese print van de hele wereld. Dat is er maar één. En die hebben wij. Online toch hier het grote zet. Ja, ja, ja. Dit zijn tweetalige boekjes. Mm-hmm. In de gouden boekjes. Die geven wij samen met tweetalige boekjes waar de Friese en de Nederlandse tekst. Dus daar staan drie talen, een grote muis in. De Elfstedenkruisje. Ja, ja. Ik heb hier ook echt een ontzettend druk boek. Ook een grappig boek. Dit gaat over een moeder die koningin is en tegen haar zoon zegt van wordt het niet tijd dat je gaat trouwen om mij op te gaan volgen en hij. Zo oud dit is. Dit is een jaartje 25. Dit is uit 2000. Oké. Okay, ja. Het beschrijft een oude traditie. En nadat hij aan allerlei prinsessen is voorgesteld, komt er een prachtige prins binnen. En hij zegt, met hem wil ik wachten. Zo worden ze samen verkenen. Dit is een heel bijzonder boekje in 2000. Mijn kerntaak is leesbevordering van Friese boeken, van Friese kinderboeken, waarvan je daar een mooie selectie mag zien. En dat is een exemplaar van het boekje Kening en Kening. Dat is namens alle instellingen die hier zijn. Nou, fantastisch. Dat is in ieder geval mooi om tijd voor te lezen. Heel veel dank in ieder geval. En, yes. Ik denk dat het hele programma vandaag, zoals de academie, als het resort hier, een heel mooi beeld hebben gegeven van de positie op dit moment van Friese taal en cultuur in Friesland en de rest van Nederland. Dus veel dank daarvoor. Ja, en maar. Goeiedag! Ik heb vandaag met name gedeeld het belang van de Friese taal als taal voor Friesland, voor de cultuur en de taal hier in Friesland. En nu sinds 10 jaar formeel in de wet vastgelegd is dat Fries echt gebruikt mag worden. Dus we zien wat het 10 jaar betekend heeft. En de trots van de Friese is heel duidelijk geworden vandaag. Dus ik ben heel blij dat ik dit bezoek vandaag heb kunnen afleggen. Dank u wel. Kan het nog een dingetje? Ja.